Mos in het gazon is iedere tuinliefhebber een doorn in het oog. U kunt mos te lijf gaan met bestrijdingsmiddelen, maar er is een natuurlijker methode. Verticuteren. Dit doet u met een verticuteerhark. Het meest effectief is als u verticuteert in de maanden maart of april. Door de verticuteerhark door uw gazon te halen, snijdt u het mos eruit, waardoor uw gras meer groeipunten krijgt. Verticuteren werkt het best als u telkens 1 vierkante meter doet. Daarbij doet u iedere vierkante meter 2 keer, horizontaal en verticaal. Juist dit kruislinks aanpakken van uw gazon geeft een erg goed resultaat. Een verticuteerhark gaat langer mee als u deze na gebruik schoonmaakt met water en daarna inspreekt met teflonspray.